Ja, je wint je debuut met een mooie overwinning. Je verliest nu een maand later. Bro, dat is part of the job. Wat ik ook vanaf het begin met mijn trainers had afgesproken is van we gaan scheid hebben aan hem. Scheid hebben aan hem, brutaal zijn. En dat is wat er gebeurde. Dagen, weken hebben we gewacht op dit moment. Glory 84. We gaan vanavond knallen, want er staan een hele hoop toppartijen op de planning. Wat dacht je van Nebil? Michael Boapé tegen Ertuğrul Bayrak. We hebben Tarik, de Tank Gebebes en natuurlijk onze champ, Tijani Bestati. Wat gaat het vandaag worden? Zullen er een paar mooie knockouts vallen? We gaan het zien. Jullie gaan mee. Ik zeg, let's go. The only way, champ way. Champ way, the only way. Ik heb het gezegd vanaf het begin. En dat is mijn slogan, dat is waar we voor gaan, man. Ja, om even te beginnen vanaf die partij. Je ziet heel deze zaal in het topsportcentrum Rotterdam is voor jou aan het schreeuwen. Je hoort je naam Tijani, Tijani. Je weet, je hebt tegenover je een legend staan. Die man heeft veel partijen gedraaid. Is niet voor niks de featherweight kampioen. Maar toch, tegelijkertijd leek het echt alsof je gewoon alles daar in die ring onder controle had. Ja, man. Ik had het sowieso onder controle. En wat ik ook vanaf het begin met mijn trainers had afgesproken is van we gaan scheid hebben aan hem. Scheid hebben aan hem, brutaal zijn. En dat is wat er gebeurde. Gecontroleerd, brutaal zijn. En ja man, ik ben dankbaar man, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uiteindelijk heb je hem ook weten te finishen zelfs. Waar kwam die terecht bij hem? Bij zijn lever of op zijn rib? Ja, ik zag in de tweede ronde al raakte ik hem daarmee. Toen zag ik hem af en toe een beetje wegtrekken met zijn gezicht. En toen in de vierde ronde gaf ik hem volgens mij een leverstoot. Ik moet nog terugzien hoor. Gaf ik hem een leverstoot en toen die trappen eroverheen. En toen wist ik al van, is klaar man. Chico, dus je bent er man. Dat was een mooie pot. Tegen een taaie tegenstander, ongeslagen jongen. Je hebt hem zijn eerste verlies gegeven. Ja. Hoe voelt dat nu zo na die overwinning? Het voelt heel lekker. En, weet je, het is ook mijn verjaardag, dus het voelt gewoon extra goed. En ook gewoon lekker om even iemand die onverslagen is even aan te pakken. Ja. Gefeliciteerd sowieso. Dankjewel, dankjewel. Ik zei het gisteren al. Ik heb natuurlijk de legendarische Straw Hat hoed. Kan je misschien uitleggen voor de mensen thuis zeg maar, wat deze hoed zo speciaal maakt? Deze hoed is van Luffy, van een anime-character. En dat is een beetje inspiratie. En ik heb die nickname gekregen van twee jongens van de gym. En die hou ik gewoon bij me en die hoed draag ik gewoon wanneer ik opkom. Nu heb je een mooie overwinning. Wat is next? Wat is de toekomst? Hoe ziet de toekomst eruit voor Chico? Gaat Chico eerst even ontspannen genieten van zijn verjaardag? Ja, even een dagje genieten. Twee dagjes rust en dan zijn we weer terug in de sportschool. Hoe het eruit ziet, gewoon stap voor stap gaan we gewoon steeds een stukje naar boven. Natuurlijk wil ik de rematch tegen Jay Overmeer, maar we gaan rustig gaan, stap voor stap naar boven. En dan uiteindelijk naar de titel. Nebil, allereerst sowieso respect dat je gewoon hier ook komt na een technische verliespartij. Het is een beetje een rare gevoel voor mij ook, omdat ik het gevoel had dat je wel gewoon de klappen uitdeelde die effectiever waren, die harder aankwamen. Maar ja, op punten verlies je hem dan uiteindelijk net. Hoe is dat voor jou? Ja, hoe jij het eigenlijk net zegt. Het is gewoon dubbel, ook voor mij. Kijk, dat ik hierheen kom, dat is ook gewoon part of the job. Kijk, dat moet je ook gewoon accepteren. En kijk, ik ben 22 jaar. Ik heb nog ook zoveel te leren natuurlijk, hè. Dus laten we dat voorop stellen. En ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon weer terug naar de werkbank en gewoon aan de slag, man. Ik heb nog een dingetje die ik aan mezelf wil veranderen. Dus daar gaat ook nog veel van komen. Op een gegeven moment werd de handdoek in de ring gegooid. Dat was denk ik ook wel een verstandige keuze van vanuit hun kant. Allereerst alhamdulillah. En ja, weet je, het is gewoon een verstandige keuze van de trainer dat hij de handdoek in de ring gooide. Want ik was echt zo opgefokt in mezelf. Waarom dat ik een kut blessure heb. Ik wilde eigenlijk die partij zo snel mogelijk af hebben. En ik zag dat hij echt de weg kwijt was. En ik dacht bij mezelf, als je nu gaat opstaan, maak ik je gewoon dood. Dus ik was echt in mezelf al mezelf aan het opvreten. Dus ja, ik vond het ook gewoon verstandig dat de trainer de handdoek in de ring heeft gegooid. Want hij was er niet bij. Ik heb je gisteren ook gesproken. Toen zei je van nou, na de wedstrijd heb ik wel zin om misschien iets lekkers te gaan eten. Wat staat er voor jou nu op de planning? Mike, wat staat er? Shawarma toch? We gaan shawarma eten. Shawarma? Ja, mag vandaag. We gaan shawarma. Ik ben echt al 3 maanden ben ik echt aan het strijden. Geen chocolade, niks. Toevallig had een van onze corner had chocoladereeps meegenomen. Zo, als eerste ging dat naar binnen. Ik ben echt blij. Michael, de tijdbommen zijn afgegaan. Ja, ik zei het toch. Als de tijdbom niet afgaat, is het 3 rondes gewoon fully gas. Ja, man. Mooie partij. Technische partij. En waarin voornamelijk jij de overhand had en de gevecht echt initieerde. Ja. Voelde je soort van nog sterker vandaag in de
ring? Of hoe zag het? Ik zag echt een gedreven ja, Michael. Zeg maar je weet toch, wanneer in mijn voorbereiding, ik zag gewoon dat iedereen gewoon dacht van... Deze Michael heeft verloren, wat gaat hij tegen Bayrak doen? Het is nog beter dan mijn oude tegenstander eigenlijk. Dus dat gaf me zoveel kracht gewoon. Ik dacht van, broer, jullie kennen mij niet. Ik ga jullie echt laten zien van waar ik van gemaakt ben. Ik heb hem zeker niet onderschat, maar ik wist gewoon van, nee man. Hij gaat het niet van mij kunnen afpakken. Ja man. Aan het einde van het gevecht draagt hij het gevecht ook op aan iemand. Ja, wie is die persoon en waarom is deze persoon belangrijk voor jou geweest? Zeg maar mijn beste vriend waar ik, die ik al gewoon ken sinds klein. Ik kan hem niet eens beste vriend noemen, is gewoon mijn broer eigenlijk. En die had ik vorig jaar verloren. En ja man, als ik er aan denk, krijg ik gewoon kippenvel. Het is gewoon iemand die me altijd heeft gesupport. Bro, als ik moest vechten, die man, helemaal para, snap je? En als je zo iemand elke dag spreekt, dan is hij opeens niet meer. Ja, dat heeft me echt ja, bijna gewoon kapot gemaakt, snap je? En in mijn voorbereiding vorig jaar ook, zat ik daar ook heel erg mee. Maar ik heb het gelukkig gewoon een plekje kunnen geven. En nu heb ik zeg maar al die pijn omgedraaid in... Power gewoon, dus ja man. En een overwinning. Ja, en ik weet zeker dat hij gewoon van boven naar beneden kijkt en echt trots op me is, man. Ja Jay, ik zeg je eerlijk, na zo'n partij ruik gewoon weer fris, man. Je hebt goede deel. Hey, alles is goed toch, maar is het nog goed? Alles is goed. Ja man, ja, leuk. Qua gezicht, het lijkt echt alsof je weinig schade hebt ontvangen überhaupt. Ik ben deze keer wel iets te veel geraakt in die eerste ronde. Maar tweede ronde hebben we het weer helemaal goed gemaakt. En wat ik al... in de ring zei, volgende keer nog scherper en dit is pas het begin, we zijn 4-0 en het was een lekkere wedstrijd. Ja, je voorspelde het zelf al, van die man is een goede achteruitvechter en jij zag dat ook gebeuren in, in de partij. Kwam er iets voorbij vanuit hem waarvan je dacht van, oh, hier verrast hij me wel eventjes mee? Nee, we gingen overal vanuit, hij had lange armen, hij vocht goed achteruit, wat je zegt, hij raakte me een paar keer met die linkerhoek. Ik kwam terug in de hoek en toen zeiden ze van, hey, pas op. Ja, daar hebben we gewoon op geanticipeerd en... We hebben het lekker afgemaakt. Louis, vandaag mocht je lekker van de zijkant meegenieten. Is ook wel leuk toch af en toe? Bro, ik vind het superleuk. Het is leuk om naar een evenement te gaan en niet te vechten. Gewoon leuk. En ook helemaal thuiswedstrijd bij jou om de hoek toch? Ja. Ik ben binnen 10 minuten ben ik thuis. Dus ik ga nu de snelweg op, snelweg gelijk af. Lig ik straks in mijn bedje. Ja. Je hebt de partij natuurlijk ook gezien. Wat was voor jou echt de meest spectaculaire gevecht van, van de avond? Ja, toch wat Tijani. Kijk, Patch is een grote kampioen. Normaal, als je van weddenschap houdt, dan ga je nooit tegen Patch wedden. En dat Tijani dan zoiets flikt, Patch af. Aan al het moois komt een eind en zo ook aan Glory 84. We hebben mooie partijen gezien. We hebben de Tank Tarik Gebebes iemand een TKO zien geven. We hebben onze champ gezien. The only way. Champ way. Tijani bestaat hij. Ik vond het een super mooi en tof event. Ik hoop dat jij er ook van hebt genoten thuis. Ik zou zeggen duimpje omhoog. Laat even een reactie achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zien we jullie weer. Tot de volgende keer. Later. Yeah.